leek net de atoombom die op Hiroshima werd gegooid. Dat vertelde Alaa Kader Rida ons gisteren in de Tweede Kamer. Zijn huis en winkel werden verwoest als gevolg van een Nederlands bombardement in juni 2015. Zijn zoontje heeft er een blind oog aan overgehouden. Alaa en zijn gezin zijn een van de vele slachtoffers, voorzitter, die in juni 2015 gewond zijn geraakt of gedood. Er zijn 400 woningen verwoest en volgens bewoners meer dan 100 mensen omgekomen. Het is de grootste miskleun uit de geschiedenis van de Nederlandse luchtmacht. Maar toen de Kamervoorzitter die maand vroeg naar Nederlandse betrokkenheid bij burgerdoden, antwoordde minister Hennis dat hiervan geen sprake was. Een hoge Nederlandse militair herhaalde dat jaren later nog eens. April 2018 stuurde deze minister een brief naar de Kamer over Nederlandse luchtaanvallen met mogelijke burgerslachtoffers. Op dat moment zijn in de officiële telling van CENTCOM al een jaar lang 70 burgerdoden voor Hawija opgenomen. Maar in de brief wordt Hawija niet genoemd. Er staat ook niet dat er 70 en zelfs niet dat er überhaupt burgerslachtoffers zijn gevallen. Er staat dat er zeer waarschijnlijk burgerslachtoffers zijn gevallen. Als mijn partij, voorzitter, even later vraagt of Nederland verantwoordelijk is voor Hawija, blijft het stil. Ruim 4 jaar is er gezwegen over Hawija en ook over de aanval op Mosul, Irak, waar 4 burgerdoden vielen. Tijdens dit gezwijg is ons keer op keer en in detail verteld hoe ontzettend zorgvuldig het doelselectieproces is en met wat een geweldige precisie doelwitten uitgeschakeld worden. Dat wel. CENTCOM plaatste zelfs een YouTube-filmpje van zo'n geslaagde precisieaanval in september 2015. Getoond werd de uitschakeling van een bommenfabriek. Dat stond er tenminste onder. In werkelijkheid keken we naar de Nederlandse aanval op Mosul, waarbij 4 burgers werden gedood en 0 IS-strijders. Aan de doofpot kwam pas een einde toen onderzoeksjournalisten van NRC en NOS de minister in oktober vorig jaar tot openheid dwongen. De minister verdedigt haar optreden sindsdien met een verwijzing naar een protocol waaruit zou blijken dat de Kamer niet geïnformeerd zou worden over burgerslachtoffers. Maar uit dat protocol, voorzitter, blijkt dit helemaal niet. Verre van. Toen media de leugens onthulden, bevestigde de minister de doden om dit later weer te ontkennen. De premier die op de hoogte is gebracht van het incident kon zich, zoals wel vaker, opeens niets meer herinneren. Hij ging zelfs zo ver het aantal van 70 irrelevant en een gerucht te noemen. Voorzitter, ik vind het heel erg vervreemdend te horen uit de mond van de minister-president die ervoor heeft gekozen deel te nemen aan een oorlog met een van de grootste aantal burgerslachtoffers. De Tweede Kamer heeft herhaaldelijk ingestemd met verlenging van de oorlog tegen IS, terwijl het niets wist van de gevolgen ervan. Dat is onacceptabel. In december vroeg ik de minister of de doden van Hawija zijn opgenomen in de officiële telling van CENTCOM. Ontkenning volgde. Onzin, voorzitter. De doden werden geteld door CENTCOM. Ons wordt nu gevraagd te geloven dat CENTCOM de minister verkeerd informeerde. Voorzitter, ik kan dit gewoon niet geloven. En tenslotte waren er ook nog de afgelopen maanden berichten dat er nogal wat af te dingen is op onderzoeken van het Openbaar Ministerie dat niet expliciet zou hebben gekeken naar de rechtmatigheid. En dat er wel degelijk vooraf indicaties waren dat de aanval op Hawija kon leiden tot burgerslachtoffers. En de slachtoffers, voorzitter, die hebben nog altijd geen bericht van de minister ontvangen. Ook Alaa niet, die al 4 jaar in Nederland woont. Maar ook de duizenden onbekende burgerslachtoffers die helemaal niet in de statistieken belanden van de coalitie. Want dat is de grote leugen, dat er veel meer vergetenen zijn die niet eens meegeteld worden, waarvan de organisaties op de grond weten dat het werkelijk aantal burgerslachtoffers nog veel hoger ligt. Ik rond af, voorzitter. Desinformatie over de Nederlandse bijdrage aan een oorlog. Dat is wat we keer op keer gepresenteerd krijgen. De vuile kanten van een schone oorlog moesten om politieke redenen onder het tapijt worden geveegd. Dat kan niet en dat mag niet in een democratie, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Karawoerdt.